Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik jullie iets wil uitleggen over tweelingvlammen. Nu, heel veel mensen hebben moeite met de scheidingsfase, maar eigenlijk in de scheidingsfase gebeuren heel veel belangrijke dingen. Nu, ik loop zelf het pad, ik weet hoe lastig het is en ik weet hoeveel vragen dat er opkomen en hoe dat we proberen vanuit onze mind heel veel dingen te gaan begrijpen. Maar dan dat zorgt ervoor dat we eigenlijk die separatie, die er is, altijd maar verder en verder uitschuiven. Om eigenlijk ervoor zorgen dat die scheiding blijft ontstaan. Waarom? Omdat we eigenlijk niet zien en niet volledig gaan voelen dat het gaat om een connectie in de energie. Dus op zielsniveau. Het gaat om een zielsconnectie. En dus het gaat niet om een soulmate relatie zoals dat je misschien gewoon bent. Of zoals dat je ziet in films. Of zoals dat heel veel readers het eigenlijk aanpakt en behandelt en bespreekt. Nee. Nu, je bent eigenlijk al van beide geboorte verbonden met jouw tweelingvlam. Dus dat is één belangrijk punt om te gaan weten. Ik heb het zelf ervaren, maar pas later natuurlijk dat ik het echt begreep wat er toen als tiener zijnde gebeurde. Maar mijn tweelingvlam was op dat moment al met mij verbonden. Dus waardoor ik al emoties en al die andere dingen allemaal kon ervaren. Alleen kon ik het op dat moment niet duiden van waar en van wie dat vandaan kwam. Tweede, wat gebeurt er? Op het moment dat je ziel weet of voelt dat je klaar bent om eigenlijk in je stap, in je volgende stap van je ontwikkeling en van je ontwaking te stappen, dan gaat jouw tweelingvlam eigenlijk op je pad komen. Dat kan zijn door een fysieke ontmoeting. Dat kan, zoals dat bij mij gebeurd is, ook gewoon via sociale media, dus gewoon online gebeuren. En de reden waarom dat bij mij op die manier gebeurd is, is net omdat ik zelf de kracht van dergelijke connectie zou ervaren. En net de kracht van energie, energetische communicatie, telepathie, energiewerk en al die dingen die daarmee gepaard gaan, eigenlijk zou begrijpen en nog meer, veel meer zou ervaren. Want vanuit die ervaring kan ik het ook veel gemakkelijker uitleggen en meegeven. Nu, daar wil ik het nu niet over hebben. Wat ik wel wil uitleggen en meegeven, is eigenlijk het moment dat je samenkomt, op het moment van samenkomen, word je eigenlijk elkaar geactiveerd. En dat is niet gewoon zo dat nu plots, want je gaat zeggen, ja maar Lindsay, ik ken hem al 20 of 30 jaar en nu plots veranderen dingen. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat het gaat over, niet op het eerste ontmoeting, maar wel over het moment waarop dat de zielen elkaar herkennen. Dus wat er eigenlijk echt die zielsherkenning is, op dat moment begint die uitwisseling van energie te gebeuren. En ga je eigenlijk elkaar gaan activeren. Dat kan zijn door in elkaars ogen te kijken. Dat kan zijn door de stem te horen. Dat kan zijn door fysiek samen te zijn. Dat kan zijn door intiem te zijn met elkaar. Dat maakt niet uit, dat is bij iedereen anders. Maar weet dat je niet bijvoorbeeld fysiek hoeft samen te zijn om elkaar te kunnen activeren. Want anders zou het bij ons zeker nog altijd niet gebeurd zijn. Tegendeel, we zouden elkaar weer losgelaten hebben. Maar dat gebeurt er dus. En van zodra dat eigenlijk de nodige zaken uitgewisseld zijn, die kundalini ook geactiveerd werd, dan word je nog veel dieper in je proces van ontwaking, dus eigenlijk in je zielsgroei geduwd. En dat is net het belangrijkste om te weten dat het daar uiteindelijk over gaat. Want dan word je al twee in je eigen proces geduwd. In mijn geval, ik stond al iets verder in mijn spirituele ontwaking en ontwikkeling dan waar mijn tweelingvlam stond. Waardoor we daar nu ook merkt dat het niveau en het verschil eigenlijk tussen onze ontwikkeling en onze ontwaking ook nog een stukje anders is. Waar dat ik op dat moment met onze ontmoeting nog veel dieper en nog veel meer in die verbinding met mijn team en mijn ziel eigenlijk geduwd werd, was eigenlijk bij hem veel eerder ook de confrontatie met de dingen die in zijn 3D-wereld, dus in zijn realiteit, gaande waren, die mochten aangekeken worden, die mochten veranderen. En nu pas, de laatste maanden, of eigenlijk zelfs dit jaar zou ik bijna zeggen, is hij echt veel dieper in dat spirituele gedoken. Veel rond astraal reizen, rond werken met healing, met energie, met universele vlammen en zo meer. Maar waarom? Omdat hij eigenlijk een heel versneld tempo in de eerste 2 jaren gedaan heeft, wat ik 8 of 9 of 10 jaar misschien heb overgedaan. En zo werkt het. Waarom? Omdat je eigenlijk met elkaar verbindt. Je wisselt codes, lichtcodes uit. En dan splits je elkaar weer. Of ga je weer eventjes, zeker fysiek gezien, weer uit elkaar. Dat zijn ook de momenten waarop er geen communicatie is. Dat zijn de momenten waarop je moet gefocust worden op jezelf. Hetzelfde, en dat kan je ook doortrekken, op het moment wanneer je dan, als er al wat meer communicatie is, of als je al zogezegd een relatie hebt, of hoe je het ook wil noemen,
Dat er momenten en dagen of weken zijn dat er geen communicatie is, dat je niet van elkaar iets hoort. Weet dan op dat moment, zeker als je in een vrolijke energie bent, dat net dat weer de momenten zijn waarop je moet focussen op jezelf. Zo ga je ook merken dat er periodes zijn waarin je de energie van je tweeling niet gaat voelen. Ook dat zijn momenten waarop je eigenlijk beschermd wordt. Dus jij hebt een volledig team van gidsen en energieën om je heen. Je tweeling net hetzelfde, maar er is ook een team die zich volledig bezighoudt en verantwoordelijk is met de connectie, met de uitwisseling, met het wel of niet voelen. Dus ook daar is eigenlijk altijd het principe, focus op jezelf en laat je team tonen wat dat er nodig is. Als je plots voelt dat je moet een bericht sturen, en dat bericht kan je sturen dus echt vanuit de licht en vanuit de liefde en vanuit die verbinding, ga ervoor, stuur een bericht. Maar als het is vanuit verwachtingen die je hebt, vanuit dingen die je wilt teweegbrengen, dat je wilt dat die andere persoon dingen gaat anders gaan doen of wat dan ook, laat het dan, want je bent er aan voor de moeite. Omdat dit nooit gaat over de andere persoon. Het gaat nooit over de romantische relatie dat er ook bij kan komen kijken en dat ook mogelijk is. Nee, het gaat over de manier die je ziel gekozen heeft om wakker te worden en om echt in die diepe... En dat die proces van ascensie te stappen, van ontwikkeling. En daarom is het zo belangrijk om te gaan leren werken met energie. En daarom heb ik het traject gecreëerd met mijn team, met mijn gidsen. Om jullie uit te leggen om te leren werken met de universele vlammen. Want al die dingen die je leert door te werken met de universele vlammen, zijn tools, zijn vaardigheden, dat je ook mag en kan en moet gaan gebruiken in jouw connectie met je tweelingvlam. Want het gaat om zielsconnectie. Het gaat om een energetische connectie. Dus moet je ook aanvliegen en aanpakken vanuit die energie. En niet vanuit de fysieke dingen die je kent, hoe dat bij heel veel relaties gaande is. Want tweelingvlammen worden geboren en worden hier ook neergezet. Incarneren ook massaal samen nu als echt twee fysieke incarnaties. Hoe dat vroeger was, één incarneerde en één bleef als energie, als gids. Is met de bedoeling om de templates van onze relaties te gaan veranderen. Wij hebben die blauwdruk rond hoe dan relaties op een nieuwe manier, vanuit de nieuwe aarde, vanuit die hoge energie, hoe dat dan gebeurt. Wij hebben dat in ons DNA zitten. Alleen moeten we de kans geven om dit te gaan herinneren. En daarom zeg ik ook altijd de focus op jezelf, overgave, loslaten. Kijk, wanneer je heel veel vragen stelt, en natuurlijk stellen heel veel mensen vragen aan mij rond, maar ja, wat moet ik dan doen? En nu is dat gebeurd, wat wil dat zeggen? En welke les zit daarachter? Kijk, wanneer je daarin zit, dan zit je eigenlijk in die loop van het willen controleren en het willen gaan begrijpen en het willen gaan voorspellen. Maar dat is net hetgeen wat we niet meer mogen doen. En geloof me, dat is ook iets wat ik heel lang gedaan heb. Ook heel veel readingen afgeschuimd, heel veel video's bekeken, wat dan ook. En dat is ook de reden waarom ik de laatste maanden, eigenlijk weken, iets minder video's heb gelanceerd. Ook omdat ik zelf moest gaan zoeken in hoeverre kan ik inderdaad informatie aanbieden, maar tegelijkertijd ook ervoor zorgen dat er geen verkeerde informatie verspreid wordt, dat er geen obsessie, afhankelijkheid ontstaat rond die readingen dat ik wel of niet zou maken. Rond de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dus alles wat ik doe of niet doe, is er met doel om meer bewustzijn te krijgen, om je meer in je kracht te zetten en dus om los te komen van afhankelijkheid. Afhankelijkheid van mij, afhankelijkheid van andere readers, afhankelijkheid van je tweelingvlam. Want zolang dat er is en je niet volledig 100%, ik zou zelfs oneindig veel procent op jezelf kan en mag vertrouwen. En weten dat je eigenlijk de anderen niet nodig hebt om al je behoeften en het leven te creëren die je wilt creëren, dan zit je nog altijd verwijderd van die eenheid. Wanneer je dat kan loslaten, wanneer je kan focussen op jezelf, wanneer je voelt dat je eigenlijk de anderen niet nodig hebt, en dat werkt ook in vriendschappen op dezelfde manier, want we geven relaties vorm vanuit eenheid. Eenheid en individualiteit. Ik heb het al 100.000 keer gezegd, maar nu komt erop aan dat we echt gaan leren van wat het betekent om het op die manier gaan vorm te geven. Dus weet dat wanneer dat er het eerste contact is, dat eerste contact bedoeld is, niet onmiddellijk om een romantische relatie aan te gaan, zeker niet. Zie het anders eerst bijvoorbeeld, beste zelfs als vriendschap. Als die mogelijkheid, die connectie is er altijd al geweest, dus je moet niet plots anders gaan veranderen. Maar ik snap het, hè. Want de mogelijkheden die je voelt, die diepe emotionele die, connectie, die onvoorwaardelijke liefde die je voelt, dat is zo overweldigend, zo wauw, dat je eigenlijk constant in die hele hoge energie wil blijven hangen. Maar dat werkt niet. We zijn er nog niet klaar voor. We hebben nog eerst werken te doen. En dan gaan we meer en meer in staat zijn om in die eenheid te kunnen blijven hangen. Maar zonder los van het feit dat die andere, dus onze tweeling er is of niet. En dat zijn de dingen waar we nu allemaal massaal aan het leren zijn.
ook ik nog altijd nog verder op een dieper niveau. En ook daarom blijf ik ook dingen delen wanneer ik daartoe geleid word. Maar nu voelde ik dat dat een thema is die heel hard speelt bij een aantal mensen, ook die bij mij in begeleiding zijn, of ondersteuning zijn liever. Begeleiding vind ik zo'n raar woord, ondersteuning gebruik ik liever. En die dus op zoek zijn naar antwoorden. Kijk, de antwoorden die je mag weten en moet weten, omdat ze horen tot je pad en omdat ze jou gaan verder helpen in het groeien naar jezelf, dichter naar, meer naar jezelf, dichter bij die onvoorwaardelijke liefde, die ga je altijd vinden, die ga je altijd krijgen. Maar alsjeblieft, verlies geen tijd en vooral geen energie door het eindeloos en daar veel te ver en veel te diep in te gaan, want dat helpt je zeker niet verder. Integendeel, gebruik de energie die vrijkomt om je eigen dromen aan te trekken, om iets te creëren voor jezelf, om een basis te creëren, om een bedrijf te creëren, om een nieuw huis aan te trekken, om wat dat ook maar is. En dat is hetgeen wat we allemaal eigenlijk moeten leren, want we zijn allemaal veel te afhankelijk van de relaties om ons heen. En dat is natuurlijk een stukje wat mijn zussen mij heel vaak hebben verweten, vroeger ook, dat ik niemand nodig had. Maar dat is er ook met de reden geweest. Zo, dat was voor deze video. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot de volgende.